Welkom bij Lijsttrekkers 010, het programma van Open Rotterdam waarin wij lijsttrekkers interviewen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Vandaag zit naast mij Joost Eertmans van Leefbaar Rotterdam. Welkom. Ja, dankjewel. Ik ga u 3 keuzes voorleggen. U kunt gelijk kiezen. Daarna gaan we er even over doorpraten. Pim Fortuyn of Thierry Baudet? Pim Fortuyn. Integratie of veiligheid? Integratie. En voldoende parkeergelegenheid of uitbreiding van het openbaar vervoernetwerk? Voldoende parkeergelegenheid. Pim Fortuyn, natuurlijk. Ja, daar kan ook Thierry Baudet niet aan tippen. Laten we eerlijk zijn. Nee? Nou, dat wordt wel eens gevraagd. Kijk, er zijn wel vergelijkingen mogelijk, denk ik, tussen Baudet en Fortuyn. Maar Fortuyn was ook de eerste, hè, kun je zeggen. Die het hele debat openbrak. En daar is de rest eigenlijk in achterna gegaan. Daar ben ik er één van als fortunist, pastor, Seurensen natuurlijk. Ziet u Thierry Baudet ook zo? Als een van diegenen. Ziet u hem als opvolger van Pim Fortuyn? Nee, hij is niet de opvolger. Hij vult wel het gat wat er is ontstaan dankzij Fortuyn, denk ik. Kijk, Leefbaar heeft dat hier geclaimd en met succes. Hè. Dat hebben we nu 15 jaar later wel gezien, dat een basis van vertrouwen is voor een heleboel mensen die op Leefbaar stemmen. Maar landelijk was het natuurlijk een beetje onduidelijk van waar gaat dat naartoe. Nu bent die alliantie aangegaan. Ja. Wat was daar de reden van? Nou, dat is voor het bundelen van de krachten. Ik geloof niet zo in versplintering en dat zien we al genoeg, laten we het zo zeggen. Dus het verbinden aan partijen waar je het op hoofdlijnen met een aantal zaken, belangrijke zaken over eens bent. Zoals referenda, gekozen burgemeester, maar ook de westerse waarden waar we voor staan. Daar staat Thierry Baudet voor. En als hij die strijd in Den Haag voert en wij voeren hem lokaal in Rotterdam, dan kan je elkaar helpen. Toch nog eventjes die vergelijking Thierry Baudet en Fortuyn. Dat is toch een vergelijking die vaker wordt gemaakt. Maar er wordt wel gezegd dat Thierry Baudet toch wel wat harder is in zijn toon, bijvoorbeeld over de islam. Nou, de koude oorlog tegen de islam, dat waren de woorden van Fortuyn. Dat werd toen ook niet door iedereen, hij is er zelfs zijn partij voor uitgezet toen, bij Leefbaar Nederland. Dus de woorden van Fortuyn waren ook vrij hard, maar hij had daar een goed verhaal bij. Dat heeft Thierry ook, vind ik. Hij heeft ook boeken geschreven, hè? Het is ook een dokter, dus hij weet ook, hij weet overal heel veel van. Het spreekt aan, hij heeft gewoon een charisma. Spreekt het u aan? Ja, mij wel. Ja. Ik snap ook dat mensen daar wel geïnteresseerd in zijn. Hij breekt natuurlijk ook het systeem open. Hij zegt, wat hij nu in Amsterdam doet bijvoorbeeld, laten we wel zijn. Amsterdam is natuurlijk jaren, net als Rotterdam, eigenlijk geregeerd door de PvdA en door GroenLinks en D66. En dat bleef eigenlijk inwisselbaar wie er aan de knoppen zat. Het werd gewoon, de stad werd zo bestuurd. En hij zorgt natuurlijk voor een ommezwaai. Hij zorgt dat er wat te kiezen valt. Er wordt ook gefluisterd dat u alvast de toekomst inkijkt, de Tweede Kamer lonkt. Nou, daar ben ik in geweest. Dat heb ik meegemaakt. En dat vond ik fantastisch. En zou ik zeker niet nog een keer, of zou ik zeker niet uitsluiten om nog een keer te doen. Alleen, kijk, voor Baudet geldt, ik wil hem graag helpen. Hij heeft hulp nodig, denk ik ook. En dat is ook de alliantie. Wij zijn een bewezen partij die heel veel heeft kunnen doen voor de kiezers. We hebben bestuurd. Nou, maar hij is een nieuwe partij. Dat is heel fris en nieuw. Maar hij heeft nog niet die ervaring die wij hebben in het meedoen in een grote stad als Rotterdam. Dus waar ik hem kan helpen, doe ik het. Duidelijk. Integratie, natuurlijk. U kiest daarvoor toch nog boven veiligheid. Natuurlijk ook een belangrijke... Ja, moeilijke keuze. Belangrijk pijler. Maar waar ik dan zo benieuwd naar ben, als ik uw partijprogramma lees, is van hoe ziet uw ideale wereld er dan uit? Wat is nou uw ideale wereld? Nou, mijn ideale wereld. En dan zullen we het beperken in Rotterdam. Zullen we het even beperken in Rotterdam? Ja, nou, dat iedereen zichzelf kan zijn. Maar wel met vertrouwen in dat we elkaar ook zo behandelen. Dat klinkt misschien wat dromisch-achtig. Maar... Dat ben ik niet gewend van u. Nee. Ik hou van recht toe recht aan, maar dat bedoel ik er wel. Ik bedoel ermee, kijk, ik vind het helemaal prima dat hier vele mensen verschillend zijn. Hè? Dat is namelijk het leven. Iedereen heeft een andere. Sommige mensen komen ergens anders vandaan. Daar heeft Fortuyn ook van gezegd, oké, we zijn met elkaar hier. En dat zet dingen onder druk. Daar moeten we ook niet omheen lopen. Hè? Zei Fortuyn ook. We hebben een multiculturele samenleving waarin het heel spannend gaat. Dus er mag wel bijvoorbeeld een moskee zijn? Er zijn 45 moskeeën in Rotterdam. En die zou ik niet wegpoetsen. Die kun je niet wegpoetsen. Laten we dat ook heel helder zeggen. Ik vind wel dat we met elkaar moeten leven zoals we in dit land een traditie van eeuwen hebben opgebouwd. En dat is inderdaad gewoon de kernwaarde van vrijheid, van gelijkheid, elkaar ook in ere laten. En zo laat ik mensen ook in ere. Dus vrijheid van godsdienst hoort daar ook bij? Daar hoort absoluut vrijheid van godsdienst bij, maar ik wil er geen last van hebben. En dat is wat ik denk dat wij als Leefbaar vrij hard op zeggen. Als wij merken dat
er een godsdienst is zoals de islam die vrouwen onderdrukt of homo's eigenlijk liever niet een hand geeft of zelfs liever niet eens ziet dat iemand zegt dat hij homo is. Als je ziet dat er... En wat wilt u daar dan, wat u zegt de ideale wereld, dan moeten bijvoorbeeld mensen die van een moslimgeloof zijn, moeten toleranter worden. Die moeten meer inderdaad in de moderniteit worden getrokken, zoals wij het christendom hebben zien veranderen. Ik bedoel, ik kom ook uit een christelijk geloof. Nou, daar lopen ze ook niet allemaal meer met zwarte kousen. Er is toch een orthodoxie in de islam, het gebruik van de hoofddoek. Hè, dan denk ik, meiden, gooi die hoofddoek eens dus af. In de ideale wereld geen hoofddoekjes meer? Nou, ik zou willen dat die emancipatie zo gaat dat ze dat ook helemaal niet meer relevant vinden. Blijkbaar is het er ingebakken als moslima in Rotterdam zijn dat je een hoofddoek moet dragen. Ik zeg niet van je moet hem afdoen, want ik vind eigenlijk dat iedereen vrij is om te doen wat hij wil. Met een duidelijke kanttekening bij de politie of bij de overheidslokettenfuncties. Maar als jij nou echt werkelijk denkt dat die hoofddoek erbij moet horen... Omdat je anders niet een goed geloof hebt, dat vind ik raar. Oké, dus het moet uit hen zelf komen, maar je gaat dat niet verbieden. Dat niet verbieden. Klopt. En is er plek voor iemand die zich naast Rotterdam bijvoorbeeld ook een Turk voelt? Ja, kijk, natuurlijk. Kijk, ik neem Ibrahim Omar. Dat is ook iemand die zegt, dat kun je ook niet wegpoetsen. Dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik vind het wel bezwaarlijk als je zegt, Erdogan is mijn leider. Want onze leider is Mark Rutte, kan je van alles van vinden, maar het is geen Erdogan. En ik vind het jammer en ook wel bijzonder dat er zoveel generaties nadien nog steeds zo wordt gedacht, ik ben eerst moslim, dan ben ik Turk en dan ben ik Rotterdammer. Dat moet volstrekt andersom. Ja. Vind jij dat niet? Daar heb jij moeite mee als iemand... Ik denk dat ze het en bedoelen. Nee, ze zeggen, de gedachte is... Ik heb best wel veel collega's die bijvoorbeeld van Turks afkomsten zeggen, ik ben Rotterdammer. Ja. Ik heb ook Turkse roots en ik voel me ook moslim. Ik denk dat het en is. Nee, maar dat ben ik met je eens. Maar niet in de andere volgorde. Dat mensen dus als een leider uit Turkije... Hoe zou u dat ooit kunnen controleren dan? Nou, ik vind het, als er binnen een uur 500 Turkse vlaggen op een brug staan, omdat Erdogan zegt dat er geprotesteerd moet worden, vind ik dat raar. Ik had meer gehoopt dat dan Turkse jongeren zouden zeggen, of überhaupt Turken in Rotterdam, van jongens, prima, maar ik leef hier in Nederland. Ik hoef toch niet met een Turkse vlag te gaan lopen. Maar, ik heb toch begrepen dat voor hen, ondanks dat zij van hun Turkse moederland ook houden, maar net zo goed als van hun vaderland Nederland. Nee, maar dat is prima dat je ervan houdt. Alleen laat je er niet door leiden. Dat is denk ik het woord. We gaan even doorpraten over het volgende punt. En dat is namelijk de auto. En zoals in het portretprogramma staat, de auto is en blijft het favoriete vervoersmiddel van de Rotterdammer. Maar ondertussen sta ik elke middag in de file. Ja. Dat is 5:00 PM. Je kunt de klok erop gelijk zetten. Ja, en, gisteren kwam de filemeter uit, geloof ik, van Rijkswaterstaat. Waarin de route Gouda, Hoek van Holland en Hoek van Holland Gouda nog steeds op nummer 1 en 2 staan van de grootste files. Er is gelukkig veel aan asfaltverbreding gedaan. Dat helpt op de snelweg, hè, waardoor ook die invoegers beter bereikbaar worden. Maar, maar hier in de stad? Ja, hier in Rotterdam? De Maas, de Maastunnel is dicht. De Maastunnel, maar de Maasboulevard. Ja. Mariniersweg, alles slipt helemaal dicht. Nu slipt een boel dicht, omdat we natuurlijk en de werkzaamheden hebben in de Maastunnel. Eens in de werkzaamheden in het centrum. Dat schept ook veel op. Onthoud. Er hoeft maar een regen buiten te vallen en iedereen raakt blijkbaar in verwarring en gaat op de rem staan. Dat zie je ook, dus het heeft daar ook mee te maken. Ja, ik mijd zelf het centrum als ik met slecht weer... Vaak, als je daar nou moet zijn voor werk, ik bedoel, ik lees in uw partijprogramma niks over. Bijvoorbeeld OV, het versterken van... De waterbus. Ja, de waterbus naar Pernis en Rozenburg. Ja. Maar dan heb ik, dat zijn de... bewoners van Pernis en Rozenburg denk ik absoluut heel blij mee. Maar ik heb het dan ook over de mensen die hier werken en aan de andere kant van de stad. Nou, er is een geweldig metronet. Ik ben alleen met je eens. Je moet van A naar B willen komen, kunnen komen. En dat kan niet altijd met het OV. Dus dan heb je de auto nodig. Maar ja, dan moet je voor lief nemen. Wij poetsen ook als Leef Rotterdam. We kunnen veel, maar we poetsen niet in één klap alle files weg. Rotterdam is een grote stad, is ook een populaire stad. Dus mensen werken er graag en wonen weer elders of andersom. Dat heeft gewoon heel veel Heeft u het onderschat, denkt u, het probleem? Wat we met de Maastunnel sluiten? Ik vind het, het valt mij eerlijk gezegd nog mee. Ik had daar veel ergere ophopingen verwacht. Het is een kwestie van doorbijten, want het komt vanzelf. Ja, want dan krijgen we natuurlijk de renovatie van Prinoorbrug. Ja, nou dat hebben we ook na elkaar gedaan. De Coolsingel komt er natuurlijk ook aan. Ja, het is een stad waar altijd een hijskraan te vinden is. Dus we willen ook niet dat deze stad ophoudt met veranderen. Dus ja, dat kost veel afzettingen. Er staan hijskranen, er wordt gewerkt.
dan moet je ook voor lief nemen in Rotterdam. En centrum meiden rond de spits. Ik zou dat zeker aanraden. We gaan even kijken naar een reportage die we hebben gemaakt in aanloop naar de verkiezingen. Dat is in de serie The Can Do Check. En één van de onderwerpen die we hebben belicht is de bakfietswijk. Laten we even gaan kijken. Wat we vaak horen is dat mensen die hier wonen, ja, hun kinderen uit huis gaan, maar in het Oude Noorden geen huis kunnen krijgen, dicht bij hun ouders. Dus voor mantelzorg ingewikkeld is. Mensen een tijdje dan in Schiedam gaan wonen, willen terugkomen, lukt niet. En dat is natuurlijk wel een groeiend probleem met de populariteit van het Oude Noorden. En daarvan is Guido een voorbeeld. Samen met zijn vriendin wil hij graag in zijn eigen wijk doorgroeien. Alleen de hoogopgelopen prijzen, ja, die staan dit een beetje in de weg. We willen heel graag ons huis kopen. Dat willen we eigenlijk al, misschien al 8 jaar of zo. Ja. En om de zoveel tijd informeren of dat ons huis al in de verkoop kan komen. En dat gebeurt de hele tijd niet. En nu kregen we het laatste woord. En toen zeiden ze, nou, we willen het wel in de verkoop doen. Als de onderhuurder eruit gaat. Maar dan betaal je gewoon de prijs van marktcomfort, vraagprijs, zeg maar. Ja, ja, en dat is een prijs die wij niet kunnen betalen. Want nee, de prijzen zijn hier zo gigantisch hoog aan het worden. En daar zit dus het probleem. Rotterdam slaagt erin om hoogopgeleide gezinnen met geld naar de stad te halen. Maar blokkeert daarmee ook voor sommige mensen toegang tot de koopmarkt. En dus ligt de vrees voor Amsterdamse praktijken op de loer. Ja, Amsterdamse praktijken, ja, in het Oude Noorden en Oude Volkswijk, waar inmiddels de huizenprijzen exclusief zijn gestegen. En ja, de gewone Rotterdammer kan er geen huis meer kopen. Nee. En dat na 4 jaar coalitiebeleid waaronder de grootste partij Leefbaar Rotterdam. Maar u bent er toch voor die gewone Rotterdammer? Je moet er niet aan denken dat het andersom was. Dat de prijzen maar bleven dalen, dat iedereen vertrok. Nee. Dit is een gevolg van krapte, omdat mensen graag in het Oude Noorden willen wonen. Ik heb er zelf vlakbij gewoond. Ik vind het een goed teken dat er mensen zijn die nu huren en die meneer en mevrouw zeggen, ik wil er graag gaan kopen. Dat lukt niet. Maar er is natuurlijk gewoon een tekort aan voor de wat middelbare inkomens en hoger om in het Oude Noorden te kunnen blijven zitten. Nee, maar dit voorbeeld is toevallig in het Oude Noorden, maar dit is natuurlijk in heel veel wijken. Ja, niet overal, maar het is, kijk, het Oude Westen is weer een ander verhaal. Maar je zit gewoon met krapte. We zitten natuurlijk in de sociale huurvoorraad, daar zitten mensen ook nog steeds scheef. Die blijven daar zitten. Omdat ze niet kunnen doorgroeien. Ja, dat klopt. Maar ze zitten daar eigenlijk niet goed. Dat willen we. Er wordt dan ook gezegd, we hebben een tekort aan sociale huurwoningen, maar dat is niet zo. We hebben eigenlijk veel te veel sociale huur. En daarmee zegt Leefbaar, zou je eigenlijk die stad langzamerhand moeten brengen naar minder sociaal huur. Want daar hebben we eigenlijk een hele, 2/3 is sociale voorraad. En meer voor de midden- en hogere inkomens. Dat zijn de balansen. En dat zijn die bakfietswijken. Dat zijn de wijken waar we het voor doen. Even die middeninkomens, hè, waar ik het dan over heb. Daar spreken wij veel mensen van. En die zeggen, we kunnen niks meer kopen hier in die stad. Wat er te koop staat, gaat voor minimaal 30.000 euro meer. Of zelfs 80.000. Dan moet u denken aan huizen van 3, 4 ton. Ja. Nou, die gewone Rotterdammer, die kan dat helemaal niet betalen. Nee. Nou ja, daarom bouwen we ook veel bij. Hè? We bouwen natuurlijk een aantal hoge torens komen erbij, ook in het centrum. Forum, Bright, we hebben de zon. Kunnen zij niet betalen? Nee, maar dan krijg je wel doorstroom. Want dat ben je met me eens. Dan gaan ook mensen die zeggen, nou, ik zit eigenlijk wel prima. Ik ga de stap wagen, ik verdien wat meer. Dus ik betrek een mooi appartement langs, bijvoorbeeld bij de Zalmhaven. Dan kunnen mensen ook weer doorstromen in het Oude Noorden. Want ik vind dat een heerlijk gebied waar je inderdaad als twee verdieners. Misschien met niet een te grote beurs, maar wel kan beginnen. Maar er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die niet in zo'n toren willen wonen. Die lekker in dat Oude Noorden, in zo'n gezinswoning willen blijven. Ja. Ik bedoel, kinderen worden, nou wat zeg ik, neem even gezin, 3 kinderen, 25 jaar. Maar de stad is populair en je kan niet een Oude Noorden ernaast zetten. Dus je probeert wel woningen bij te bouwen, maar die kunnen we niet allemaal in de breedte zetten. Die zullen ook in de hoogte plaatsen. Snap ik, maar die huizen die worden gebouwd. Ik las het deze week nog op uw website. Europoint, Zalmhaven Toren, Little Sea. Ja. Ja. Nou, dan zegt u van daar moet de doorstroom vandaan komen. Alleen, ik mis toch, dan denk ik toch van waar, want die huizen die dan vrijkomen zijn ook vreselijk duur. Waar kunnen nou die gewone Rotterdammer die voor 2,5 ton een huis wil kopen met een gezinnetje, waar kan die nou nog terecht? Nou, ik weet in Prins Alexander waar ik zelf woon en ook met heel veel plezier, dat huis is wel ietsje duurder. Maar ook daar zijn wel prima plekken te vinden waar je prachtig wat mij betreft kan wonen. Ik heb ook in Zevenkamp prachtige woningen in het groen. Kijk, niet iedereen kan op dezelfde plek waar die mensen zitten in het Oude Noorden, wat ook heel lekker wonen is. Ja, niet
niet alles kan misschien precies volgens jou die eerste voorkeur. Maar in Rotterdam zijn er echt voor mensen met dat inkomensniveau hele mooie plekken te bedenken. En ik vind het nogmaals wel een compliment voor de stad dat er zoveel vraag naar is. Hè. Dan moet je er ook bij zeggen dat we ook van tijden komen dat mensen liever in Barendrecht gingen wonen dan in het Oude Noorden. Ik wil het ook nog even heel kort hebben over het zorgbeleid. Want u schrijft, joh, die handen die moeten van de vergadertafel af. We moeten handen hebben aan het bed. Ja. En dan zie ik een van de onderwerpen waar het Canoezecollege zich natuurlijk over heeft ontfermd. Dat zijn de wijkteams. Ja. Voor de kijkers die dat niet weten, dat is bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening, de gezinshulp, maatschappelijk werk, is allemaal komt bij elkaar. En dat moet ervoor zorgen dat al die verschillende afdelingen of verschillende soorten hulp beter zijn gaan samenwerken. Is het geslaagd? Nou, die wijkteams hebben heel veel werk. Hè? Dat is bijna ook niet te managen, omdat ze zo vreselijk veel op hun bordje krijgen. Maar ik geloof dat die samenbundeling, waarvan elke keer werd gezegd, hè, dat zo'n team moet één koffiezetapparaat hebben. Dus niet weer 20 verschillende clubjes op zich, maar één wijkteam. Die staat inderdaad voor het oppikken van de signalen, als een soort early warning systeem. Wat gaat er mis? Nou, mijn teams van handhaving, hè, zoals het GIT-team, het interventieteam, geeft informatie. De politie geeft informatie. De wijkconciërges geven informatie. Dus op die manier probeer je probleemgevallen die er zijn, waar mensen echt heel erg zwaar in de problematiek zitten, heel snel te bereiken. Ik heb gehoord dat het nogal wat kritiek, vooral dat die verschillende afdelingen elkaar niet kunnen bereiken. Ja, ik juist niet, want ik weet hoeveel werk ze verzetten en hoe goed het is dat ze er nu veel sneller bij zijn. Dus zo'n wijkteam is 10 keer beter dan de teams die er voorheen op het stadhuis zaten en af en toe eens in een wijk kwamen. Dit zijn teams die zitten waar ze horen te zitten, in de wijk. Maar ik zou je een voorbeeld geven. Iemand die gezinshulp verleent, die ziet van, joh, ik moet naar de schuldhulpverlening, komt er niet door bij de kredietbank of bij werk en inkomen. Dat zijn voorbeelden uit de praktijk, die gebeuren dagelijks. Die moet je doorgeven. Dat zijn de voorbeelden waar we. Ik krijg ze ook natuurlijk mails van mensen die zeggen, kom er niet doorheen. Ja. Geef ze door. En dat kan wel prima via het stadhuis. En dan wordt het pijlsnel doorgezet naar het wijkteam. Want zulke dingen moeten gewoon doorgezet worden. We gaan afronden. En dan wil ik aan u vragen, zoals we dat aan elke lijsttrekker vragen. Als u hier over vier jaar weer naast me zit, waar kan ik u dan concreet op afrekenen? U en uw partij, Leefbaar Rotterdam. Dat is een hele mooie. Er zijn vele dingen, dat is altijd voor een politicus zo. Je wil veel dingen waarmaken. Wat ik wil zeggen tegen de Rotterdammers, net als dat we dat 4 jaar geleden zeiden, u gaat minder betalen aan de gemeente Rotterdam in de belastingen, wil ik het ook nu nog een keer zeggen. Over 4 jaar, onder die streep, is het nog lager dan wat je nu betaalt aan woonlasten voor de afvalstoffenheffing, riool, OZB bij elkaar opgeteld, moet het saldo nog voordeliger zijn dan nu. Minder kosten voor de gemeentelijke kosten voor de Rotterdammer. Dank u wel. Dit was Lijsttrekkers 010 met Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. Wilt u meer interviews zien met lijsttrekkers? Kijk dan op openrotterdam.nl/verkiezingen. En ik wens u nog een fijne dag.